laat? Nou, moet ik nou opstaan? Ben ik te laat? Oh, mama heeft me niet wakker gemaakt. Ik moet even al mijn spulletjes pakken. Ach man, oh Pia, ben ik nou te laat of niet? Laat ik even al mijn spullen erbij pakken. Even mijn laptop even kijken. Heb ik alles al af? Hanna, wat ben jij nou aan het doen? Moet je naar school? Ja, Emma, ik weet het. Ik ben te laat opgestaan. Oh, wauw. Heeft mam je niet wakker gemaakt? Nee, volgens mij niet, Emma. Ik stress me heel erg. Ik moet even alles klaarmaken. Laat ik even kijken. Kan ik Hanna ergens mee helpen of niet? Nee, Emma, laat alsjeblieft me met rust. En laat Pia ook met rust. Ik moest dan naar school. Oké, nou, dan kan ik nergens mee helpen, neem ik aan. Oké, dan ga ik gewoon naar beneden. Jongens, kom weer naar beneden. Je moet ontbijten. Ach man, heeft mama me weer niet wakker gemaakt? Jeetje. Oh man, nou ja, Julian is ook niet wakker. Nou, ik wou helpen, maar laat maar. Oké, even snel mijn tanden poetsen en dan kan ik eten en naar school. Oh, wauw. Nou, wat een lekker ontbijtje. Ik moet ook gelijk naar werk. Ach, Martin, zijn de kinderen nog steeds niet wakker? Ik dacht dat ze vandaag zelf wakker zouden worden. Ja, mam, ik ben wakker. Ik ga snel wat eten en dan naar school. Ja, nou, eet maar gewoon wat, inderdaad. Ik ga even dit pakken om te eten. Oké, en dan zet ik alvast wat koffie klaar voor jou. Ach, man, ik kan niet geloven dat ik te laat ben. Ach, Hanna, ben je nu alweer te laat? Je doet dit ook elke keer, hè? Oh, wauw, ik heb mijn cacao ook. Super cool. Zo, nou, Hanna, veel succes op school vandaag. Welke dag is het nou? Is het niet vrijdag vandaag? Nee, het is woensdag. Vrijdag? Nee, het werkt niet. Ach, man, het is pas woensdag? Ach, ik kan het niet geloven. Ach man, was je het ook vergeten welke dag het was? Je bent super vergeten, of niet? Ach ja, Julian, laat me nou met rust. Wacht, het is zaterdag? Het is niet vrijdag? Oh, ik dacht vrijdag was. Oh, ik dacht ook inderdaad dat het vrijdag was. Oh, de kinderen dachten dat het een schooldag was, of niet? Nou, het is gewoon zaterdag, dus we gaan met alles gewoon iets leuks doen vandaag, toch? Of ja, we kunnen ook met z'n tweeën wat leuks gaan doen. Ja, jullie kunnen inderdaad met jullie tweeën wat leuks gaan doen. Wij blijven wel alleen thuis. Ik denk dat het geen probleem is. Nou ja, in ieder geval gaan wij dan vanavond uit. Oh, wauw. Oké, pap, mam, is goed. Ach, ik was zo stom. Ik dacht dat het vrijdag was. Nou ja, het is niet erg hoor, Hanna. Het kan gebeuren, toch? Oké, nou, wat gaan wij dan doen? Blijf gewoon alleen thuis? Ja, Hanna kan wel voor jullie zorgen. Hanna is oud genoeg, toch? Nou ja, wij gaan in ieder geval gewoon lekker gaan slapen. En we zijn de avond laat pas terug. Oké, nou is goed. Nou, veel plezier dan. Oh, wauw. Ik kan niet geloven dat ik voor het eerst alleen op jullie moet oppassen. Oh ja, nou ja. In ieder geval gedragen jullie jongens. En dan komt alles goed. Dat neem ik aan. Oh, wauw. Ja, inderdaad. Nou ja, maak jullie maar geen zorgen. Het komt allemaal goed, neem ik aan, toch? Ja, inderdaad. En als jullie wat nodig hebben, hier is ons nummer en dan kunnen jullie ons bereiken. Ach, maar ik hoop dat we dat niet hoeven te doen, toch? Is het niet een grote stap? Ik heb geen idee eigenlijk. Ja, nou ja. In ieder geval, pap, bam, we kunnen ons wel vertrouwen, denk ik, toch? Ik denk niet dat het zo heel erg is om ons alleen te laten. Wauw, nu kunnen we eindelijk doen wat we willen, toch, Emma? Zo, laten we nou gewoon gaan doen wat we zelf willen. Dat is veel beter. Zo, nou laten we beginnen. Ja, wat gaan we als eerst doen, jongens? Papa en mam zijn niet thuis, dus wat kunnen we doen? Nou, jongens, gedraag jullie, hè? En goed naar Hanna luisteren. Ja, nou ja, laat ik even kijken. Ik ga gewoon in mijn kamer slapen, denk ik. Dus wij mogen doen wat we willen. Ja, nou ja, ik denk dat het wel een goed idee is, toch? Wat anders kunnen we doen? Ja, nou ja, ik ga gewoon in mijn kamer zitten. Jullie moeten jullie gewoon gedragen. Oké, nou ja, is goed. Dan gaan wij gewoon wat leuks doen met de tweeën dan. Ja, laten we gaan, Emma. Laten we wat leuks gaan spelen met de tweeën. Emma, waar ben je nou? Kom nou met me mee. Ik denk dat ik hier met Hanna wil blijven. Ze gaat een film kijken, volgens mij. Ik wil ook meekijken.
Hallo Steve. Steve, hoort je nou? Hallo, neem nou op. Hoor je me? Wil je wat leuks doen? Mijn ouders zijn niet thuis. Kom daar langs. Nou, in ieder geval kan ik Steve uitnodigen, maar volgens mij kan hij niet. Oké, wat gaan wij doen, Emma? Welke film wil je kijken? Ik wil een leuke Peppa Pig film kijken, dat vind ik leuk. Ach man, willen jullie nu weer Peppa Pig kijken? Steve komt niet langs, dus ik moet hier helemaal in mijn eentje zitten met jullie twee. Oh man, ja, nou ja, Jan, spijt me heel erg. Nou ja, in ieder geval, ik wil wat leuks doen, dus ik ga gewoon naar mijn kamer, denk dan. Ach man, het is ook wel vervelend als we met twee meisjes en één jongen zijn. Hij kan niet veel doen met ons. Ja, klopt. Nou ja, anders speel ik wel gewoon met Julian, zodat hij niet verdrietig is. Ach, ik hoop dat Hanna thuis is. Je moet wel ergens slapen vandaag. Ja, wie is dat? Hanna, volgens mij staat Philip voor de deur. Hallo, waar is Hanna? Ik moet even iets vertellen aan jullie ouders. Hey, waar zijn je ouders, Emma? Onze ouders zijn niet thuis, zijn even uitgegaan. Oh, nou ja, pap, ik denk dat het oké is. Ik zeg het gewoon tegen Hanna en dan zegt zij het wel tegen haar ouders. Oh, oké, is goed. Nou, veel plezier. Ik moet nu echt gaan. Maar pas wel op en alsjeblieft vertel het aan haar ouders. Niet dat ze zomaar ineens hier ben en ze hebben het niet door. Ik moet het snel aan Hanna vertellen. Kom maar naar boven, Philip. Oké, is goed. Oh, wauw. Nou, oké, Philip, veel succes. Oké, nou, ja, ik ga. Doei. Kijk, hier is Hanna. Hier is Hanna's kamer. Hartstikke bedankt, Emma. Echt heel erg dat je ons helpt. Philip, wat doe jij nou hier? Nou ja, mijn vader die moet ergens heen. En ik kan niet alleen thuis blijven. Dus je bent gewoon hier naartoe gekomen. Ik weet niet of dat mag van mijn ouders, hoor. Maar ja, je kan ergens anders heen, toch? Wauw, je kamer is echt heel mooi, Hanna. Oké, nou ja, we laten jullie wel alleen dan. Ja, ik heb ook geen zin om hierbij te zijn, eigenlijk. Oké, nou ja, heel erg bedankt dat ik hier mag blijven. Ja, tuurlijk, tuurlijk. Waar kan je anders heen gaan? Je hebt geen andere keus, toch? Ik denk dat mijn ouders het dan niet erg vinden, maar we moeten wel even een plekje vinden voor hem te slapen. Je kan ook bij mij in bed slapen. Ach, wauw, dat is echt heel laat. Oh, volgens mij slapen de kinderen al, Martin. Emma slaapt al. En Julian, even kijken. Laten we even kijken of iedereen aan het slapen is en of alles oké okay is. Ja, is goed. Ik ga wel kijken bij Hanna. Dan kijk ik wel bij Julian. En Emma. Oké, nou, ik ga kijken bij de kinderen. Julian slaapt. En Emma ook. Nou, alles ziet er oké okay uit. En Julian slaapt ook voor een keertje. Normaal slaapt hij nooit zo snel. Nou, laat ik even bij Hanna kijken. Kijken of bij haar alles goed gaat. Nou, is het dan nou... Philip, wat doet Philip nou bij Hanna? Wat is aan de hand? Je maakt de kinderen zo wakker. Ja, volgens mij zit Philip nou in bed bij Hanna. Had je hem niet verteld dat hij hier kon slapen? Philip, dat wist ik zelf ook niet. Misschien is er iets fout gaan bij hem thuis. Oh ja, misschien hebben we het zelf niet doorgehad. Misschien had ze het wel gezegd, maar hebben we het gewoon niet gehoord. Ja, dat kan inderdaad. Nou ja, maak me daar geen zorgen maken. We praten er morgen wel over met Hanna en Philip. Ja, ik kan het niet geloven. Ik kan niet geloven dat je zomaar hier bij ons thuis is. Ik wou wel iets van ervan weten eigenlijk.